Rotterdam leeft toe naar de Conference League finale tegen AS Roma. En hier in het centrum is de ene supporter nog zenuwachtiger dan de ander. Ja, kijk eens hoeveel grijze haar ik er vandaag bij heb gekregen. Dat is niet normaal natuurlijk. Nageltjes ook al kapot. Hoeven we dat vanavond nu mee te doen? Zenuwen we nu nog onder controle? Jawel. Nog wel. Best wel spannend. Wordt het al langzaam. Met de uurtjes, dus... Hartstikke klaar voor. Wel een beetje gezonde spanning, hoor. Hey, en hoe ziet vandaag jullie dag eruit? Ja, lekker terras op zo, lekker drinken. En dan heel de dag door. Gaan we straks rond 7:30 naar de keuken, volgens mij. Ja. En dan gaan we kijken wat er allemaal te beleven is daar zo. Hier in Rotterdam, ja, dan moet je gewoon in de Kuip kijken, vind ik. Dus we hebben kaartjes kunnen bemachtigen. En ja, gewoon dronken worden en nooit meer naar huis. Mourinho tegenover Slot, hoe zie je dat? Ja, dan wordt Roma gaat gewoon verdedigen de hele wedstrijd. Die gaat op de counter loeren en als het 0-1 wordt, ja, dan wordt het wel een hele lastige wedstrijd, verwacht ik. Dus ik hoop snel dat je 1-0 voorkomt. Dan krijgen wij juist meer ruimte. En dan kunnen we gewoon 2-3-0 gaan maken. Ja, ik vrees wel een beetje Mourinho. Maar ik verwacht veel van Arne. Dus ik ga ervan uit dat we het gaan redden. Mourinho gaat verdedigend spelen. Zoals we wel vaker hebben gezien. Maar ik denk als wij de druk erop kunnen houden, dan we moeten winnen. Ik verwacht 1-0 achterstand. En we pakken de 1-1. En ik denk toch echt in de slotfase dat we doordrukken naar 2-1. Hey, wie gaat de grote held worden aan Rotterdamse zijde? Ja, dat kan er maar één zijn. Hè. We hebben de Pierre van Hooijdonk Cup gehad. Dus ja, dit wordt toch een beetje de Cyril Dessers Cup, lijkt mij. Ja, Dessers natuurlijk. Hè. Dessers gaat hem scoren. Hè. Ja, je verwacht het niet, maar ik denk toch Dessers. Ja, dan moet hij hier toch echt wel een standbeeld gaan krijgen, of niet? Ja, een hele grote. Hele grote. Zet jezelf hoogstpersoonlijk neer? Kom ik doen. Afgesproken. Krijgt hij. Absoluut. Hoeveel verwacht je dat het gaat worden? 2-1. Ik zeg dat wij winnen met 2-1. Ja, ik verwacht een moeilijke pot, maar uiteindelijk winnen we wel. Misschien na penalties pas, maar we gaan hem winnen. Ik denk dat wij met 2-1 gaan winnen. En jij? Ik denk 2-3. Ik hoop een hartstikke leuke wedstrijd, veel strijd. En uiteindelijk hoop ik natuurlijk dat ze gaan winnen. Ik ben benieuwd. Ja, ik zet in op 2-0. Ja. Ik ga voor 2-1 voor Feyenoord in de verlenging. Ik ga mee met 2-0. Ondanks de grijze haren en ondanks dat er bijna geen nagels meer over zijn, gaat het dus helemaal goed komen. Ja, tuurlijk. Anders is het zonde van die nagels en die haren.